Eerst was mijn hoofd te vol, zeg maar, voor ideeën. En dat kon ik gewoon echt niet bedenken. En nu langzaamaan komen er toch wel dingetjes in me op. En denk ik, oh, dat is wel leuk en dat is wel leuk. En ik begin nu ook gewoon contact te krijgen met ja, andere schoonheidsspecialisten. Ik sta ook meer open voor de buitenwereld. En probeer me niet meer zo snel terug te trekken en af te wachten. Maar ook zelf erop afgaan. Nou ja, ik leer nu zo met dat groepsverband vind ik ook gewoon heel fijn. Omdat je dan gewoon met elkaar kan sparren en elkaar kan helpen. En ja, ik hoor ook gewoon af en toe dingen dat ik denk van, oh ja, zo zit het. En ja, het heeft me zeker wel wat opgeleverd. De verkoop, bepaalde dingen, hoe je klanten benadert. Ja, er zijn veel ideeën dat ik denk van, oh, zo heb ik het helemaal niet gezien. En dat probeer ik ook toe te passen. En dan zie je wel dat het vruchten afwerpt. Ook zoals bijvoorbeeld met de verkoop. Dat is niet mijn ding. En nu merk ik dat ik langzaamaan toch wel steeds meer, als ik echt mijn focus erop leg. Ik had ook op, dat ik een week begon, dat ik dacht van oké, ik wil gewoon eigenlijk proberen om elke klant wat te verkopen. En die week lukte dat ook. En dus als je echt gewoon goed focust en dan lukt het ook gewoon.